Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus: regering bespreekt nationale kwesties tijdens RRV. Tijdens de recente regeringsvergadering op woensdag 8 mei zijn verschillende nationale kwesties besproken en beslissingen genomen. De regering blijft zich inzetten voor helderheid en effectieve maatregelen om verschillende gebieden te verbeteren. We delen enkele hoogtepunten van deze regeringsvergadering en de persconferentie in navolging hiervan met u. Hierbij kwamen de president en verschillende ministers aan het woord. En de bedoeling is dat we zo alle problemen gaan oplossen. De opdracht is namelijk voor einde van dit jaar moeten alle aspecten die te maken hebben met grondconflicten, grondissues, dubbele uitgiften, of alle andere onduidelijkheden voor einde van dit jaar moeten allemaal uh, aangepakt zijn. En er wordt op dit moment gewerkt aan het uh, volledig digitaliseren van alle informatie, alle aanvragen uh, op het ministerie, zodat iedereen op dagbasis kan monitoren wat de stand van zaken is van hun um, aanvraag. Niet alles zit in het systeem. Een groot deel zit niet in het systeem. Met name vele aanvragen voor 2018. Die zijn niet in het systeem waardoor men heel vaak geen update kan geven. Personen die elke dag brieven schrijven. Ook die zaken worden met uh, een goede gecoördineerde aanpak allemaal aangepakt. We hebben ook... We uh, besloten als regering om uh, weer in overleg te gaan met onze vakbonden, de vakcentrales, zoals we dat gedaan hebben eerder. En uh, zoals u weet hebben we um, uh, eind vorig jaar de onderhandeling met de vakbonden, vakcentrales afgesloten met een overeenkomst tussen de regering en uh, de vakcentrales en vakbonden. En daarbij hebben we toen beslist dat de koopkracht... Uh, verder versterkt zal worden met ingang van 1 januari 2024 en dat die gaat uh, naar 3500 SRD en de gepensioneerden uh, bij de overheid hiervan ...70% zullen ontvangen. Ook de belastinggrens die is gesteld geworden op uh, uh, 9000 SRD terwijl ook een bedrag van 400 SRD vrij is van belasting. Totaal 94. Uh, 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 er is ook afgesproken, mm -hmm. namelijk uh, dat uh, wij weer gaan onderhandelen uh, begin dit jaar en dat we nieuwe afspraken maken voor de periode uh, vanaf uh, juli uh, dit jaar. En die kick-off is gegeven voor de start van de onderhandeling mm -hmm. met uh, de vakcentrales en clusterteam van investors. En daarbij hebben de vakbonden ook gevraagd om een nieuw onderwerp in te voegen uh, tijdens de onderhandeling. En dat is het vraagstuk van uh, de ingevoerde uh, nieuwe EBS-tarieven. Uh, Wij hebben gezegd, als regering, dat we willen over alle onderwerpen praten. Wij hebben als regering gezegd dat uh, we inderdaad een economisch herstel hebben kunnen bereiken als waar herstellen en herstructuursport hebben uitgevoerd met zware offers van het volk, uh, met ook zware offers van de, de wet. En um, dat we daarover alle onderwerpen, alle issues wensen te identificeren, te samelen en over alle issues ook onderhandelen en over instemming bereiken. En dat gaan implementeren. Zoals de president heeft aangegeven, we hebben een situatie aangetroffen in 2005. Als u leest naar het regeerakkoord, en we zullen hierop nog heel gedetailleerd met argumenten en onderbouwde informatie terugkomen. Maar als u leest in het regeerakkoord op pagina 7, dacht ik, dan gaat u zien wat werd verwacht in 2020 bij het aangaan van deze regering. De regeerconstellatie van het buitenlands beleid. En in feite moet ik gewoon vaststellen dat het grootste deel precies is gerealiseerd. En we gaan het onderbouwen met cijfers, ook met duidelijke informatie. Maar dat er een strategisch beleid moest komen richting onze grenslanden, daar kunnen we gewoon een, een tikje aan geven. Het is gerealiseerd. Dat op het hoogste niveau. De president heeft gesproken over de trilaterale, over de, over de trilaterale overeenkomst met Brazilië, Guyana. ...en Suriname. De gesprekken met Frans Piana ...en bij Extenso... Uh, ...Frankrijk gaan gewoon door. En die worden ook opgevoerd naar het hoogste niveau. We hebben goede relaties... ...met de landen die we... ...kennen als onze herkomstlanden... Van onze, ...van onze... ...bevolking, China, India, Indonesië. Die zijn hersteld. Maar ook meer gebalanceerd. De relaties met Nederland... ...de Verenigde Staten zijn volledig hersteld. Dus al die dingen staan... Netjes op een rij in het regeerakkoord. En ik kan met tevredenheid zeggen dat daar goed aan is gewerkt. We hebben ook markten geopend. Nu de economische situatie macro-economisch meer uitzicht biedt, zie ook de investeerders toenemen. De president heeft ook daarna gerefereerd. Kleine, maar ook grote bedrijven. We zien ook meer activiteiten van entrepreneurschap in ons land zelf. Um, er zijn exportmarkten aangeboord. En dat gaat gewoon door. We krijgen handelsmissies. De interesse voor Suriname neemt toe, nadrukkelijk. Internationaal, dat merk je ook op deze conferentie. We hebben handelsmissies die zo meteen komen uit Jamaica, uit Curaçao, uit Aruba. En er zijn anderen die nog gaan plaatsvinden. Dus wat ik wil aangeven is: ons profiel is zoals beoogd verbeterd, helemaal hersteld. Ons imago is volledig hersteld. De interesse in Suriname is toegenomen. Dus wat mij betreft, het regeerakkoord is uitgevoerd voor de volle 90-95 procent. En ik denk dat dat moet gezien worden binnen drie, vier jaar als een heel belangrijk resultaat. We hebben inderdaad uh, in het kader van het verbeteren van de toegang en kwaliteit uh, van de gezondheidszorg... Uh, hier een uh, aantal uh, projecten aangeboden en gepresenteerd in de regeringsvergadering. Um, ter goedkeuring aangeboden. Um, dit zijn projecten die te maken hebben met uh, vooral aanschaf van een... Behoorlijk aantal um, medische apparatuur. Uh, en het betreft een, um, een investering in uh, ziekenhuizen, gezondheidsinstellingen. Maar ook hebben wij uh, goedgekeurd vandaag een businessplan van het BGVS, dat is het bedrijfsgeneesmiddelenvoorzieningen Suriname. De werkarm van het ministerie van Volksgezondheid, die als um, organisatie verantwoordelijk is voor de import van medicamenten. Uh, u weet dat er bij uh, het BGVS een. Groot financiële tekort is aangetroffen bij onze overname van pakweg 4,5 miljoen euro. Die is intussen ingelopen, maar de structurele financiële tekorten blijven bestaan. De regering heeft vandaag een, de jaarlijkse medicijnvoorraadstrategie, welke is vervat in een businessplan, uh, goedgekeurd voor het BGVS om in ieder geval uh, de voorraden van medicamenten, zowel essentiële als de slow movers, dus de meer complexe medicamenten, zoveel mogelijk binnen te halen voor de samenleving. Allereerst wil ik uh, van hieruit de gemeenschap uh, feliciteren met de uh, 152 jaar rechtspraak in Suriname. Er is een uh, uitgebreid uh, congres georganiseerd hier over de Hof van Justitie. En het is uh, goed aange aangekomen. Uh, laat mij ook doorgeven, recentelijk is er... Uh, een plan van aanpak drugsbeleid uh, uh, ingediend en uh, aangenomen, tenminste bekrachtigd door de president. Op korte termijn komt er ook een plan van aanpak georganiseerde misdaad. Uh, ook uh, voor wat betreft het uh, vuurwapenbeleid, er zijn afspraken om voor een betere synchronisatie tussen uh, het, uh, de procureur-generaal, uh, het ministerie van Justitie en Politie en kabinetpresident, zodat zaken ook uh, vlotter uh, zullen verlopen daarvoor wat betreft uh, bij hoger beroepen van uh, aanvragers. Uh, dan voor wat betreft de criminaliteitsontwikkeling, uh, we zien een positief momentum uh, de afgelopen dagen. Uh, ik ben bijna uh, bang om het uh, aan te geven. Dat zeker twee, twee dagen al dat we geen berovingen hebben. Uh, ik hoop dat uh, de informatie zuiver uh, is klopt. Uh, laat mij aangeven dat we ons uh, niet laten onmoedigen. Uh, we laten ons ook niet ophouden door uitspraken en stellingen... van uh, be bepaalde personen en organisaties. Uh, we, het ministerie van Justitie en Politie werkt uh, sterk aan de middelenvoorziening uh, en dat uh, dus uit de nationale betrek, uh, begroting. Uh, ook uh, zetten we ook in op uh, de internationale samenwerking hierover. Maar de bedoeling is eigenlijk om preventief op te treden en zichtbaar te zijn en een veiligheidsgevoel omhoog te brengen. Uh, wij geloven dat uh, je een objectieve data hebt en die laat zien misschien dat inderdaad het aan het dalen is, maar we werken aan het subjectief veiligheidsgevoel. Want de ernst van berovingen en overvallen, die hebben een heel groter impact op mensen. Er kan maar één beroving zijn, maar als er een dodelijk afloop is, of als er excessief geweld is gebruikt, beïnvloedt dat eigenlijk het heel gevoel in de hele regio en omgevingen, eigenlijk in heel Suriname. En de enige manier om dat gevoel weer weg te werken is de aanwezigheid van. Politie en militairen, zeg maar uh, handhavingsorganisaties, uh, handhavingsmensen. Van we zijn er en we zijn zichtbaar. Dus dat proberen we zoveel mogelijk te beïnvloeden. Uh, dat is wat we doen, uh, samen met. En daarnaast hebben we elke dag ook politie en militaire voertuigen ter beschikking van ook weer de korpschef. Uh, die ingezet worden voor verkeerscontrole. We hopen hiermee echt het veiligheidsgevoel te beïnvloeden, Suriname veiliger te maken en dat Surinaamse samenleving weer rustig kan slapen. En dat doen we niet alleen in Paramaribo, dat doen we in stad en district. En we roepen iedereen op om ook verantwoordelijkheid te nemen, zoveel mogelijk informatie te delen met de politie. En ik blijf het zeggen, criminaliteit is niet de oplossing, is nooit de oplossing geweest. Daarvan wordt u niet succesvol. Dus ik gebruik weer dit medium, uw medium, om iedereen op te roepen om dat pad te verlaten. En een waardige burger te worden in dit land en bij te dragen aan ontwikkeling. Ten aanzien van de kleinschalige goudsector: daarover kan ik aangeven dat we gelijktijdig bezig zijn met een, een drietal projecten. Uh, het eerste project betreft uh, de inventarisatie van die goudsector, van die kleinschalige goudsector. Uh, wij willen weten wie zijn de mensen allemaal uh, die betrokken zijn in die goudsector op de goudvelden. Wie zijn de personen? Welke bedrijven zijn het? Uh, hoeveel machines? Welke machines? En um, dit alles Zoals vastgelegd in het besluit inventarisatie kleinschalige goudsector. Um, gelijktijdig wordt het bestand van uh, ouders van mijnbouwrechten gevalideerd door uh, de geologische mijnbouwkundige dienst. En ik moet aangeven dat uh, verschillende ministeries betrokken zijn bij deze operatie, de voorbereiding en uitvoering van deze operatie, uh, inclusief uh, de Belastingdienst. Uh, uiteindelijk, wat we willen. Het moet leiden tot uh, meer uh, ordening, uh, overzichtelijkheid, het herstellen van het gezag, het centraal gezag, weer in het binnenland, op um, de goudvelden. Maar het moet ook leiden tot uh, meer inkomsten genereren uit die uh, kleinschalige goudsector. Uh, uh, ik moet aangeven dat we eerder. Uh, om te zeggen bij het aantreden van deze regering was het percentage royalty op 2,75 uh, dus over meer inkomsten versproken. Uh, wij hebben dat in eerste instantie verhoogd naar 4,5 en uh, hmm. op dit moment is het zelfs op een hoogte van 5,5 Een uh, verdubbeling dus van de royalty, het royalty niveau. Um, het tweede project waarmee we bezig zijn, uh, populair genoemd het Emsax project. Mm -hmm. uh, in dit project dat we in samenwerking met het ministerie van ruimtelijke ordening en milieu uitvoeren, mm -hmm. uh, is de focus op uh, weer die kleinschalige goudzoeker wat we willen doen. Wij willen die kleinschalige goudzoeker nieuwe main methoden aanleren waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van quick, dus de zogenaamde quickvrije main technieken. Op dit moment uh, ja, gebruikt bijna iedereen in die kleinschalige foutsector uh, quick bij de goudwinning. Maar daarbij is die recovery rate uh, de, de productie, uh, ja, maximaal 35%. procent. Uh, Heel nadelig, dus, is dit systeem van goudwinning uh, voor die natuur. Uh, dat weten we al allemaal. Maar uh, het is ook nadelig, dus, voor onze economie. In die zin dat het overgrote deel van het uh, alluviaal materiaal, alluviaal goud, ook verloren gaat. Uh, we moeten dus die nieuwe technieken bijbrengen. En uh, na gedegen voorbereiding moet ik zeggen hebben we vorige maand bij nabij uh, Kreek Creek in het district Brokopondo is dat de eerste demo site in gebruik genomen. Het is de bedoeling dat we op verschillende plekken, op, 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 op strategische plekken in het binnenland uh, mm. uiteindelijk meerdere demo sites uh, zullen hebben. Mm -hmm. uh, we willen de goudzoekers aansporen. Dus dat ze overstappen naar, naar kwikvrije mijntechnieken. Uh, het is wel duurder in aanschaf. Uh, daarom merken we ook een zekere mate van, uh, van sceptisch uh, 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 terughoudendheid uh, uh, bij die kleinschalige goudzoekers. Uh, het is duurder in aanschaf. Maar vanwege het feit dat je. Dat je een hogere recovery rate hebt is uh, de terugverdienperiode van de investering uh, veel korter, vele malen korter in vergelijking met die gangbare methode die, die nu wordt gebruikt, waarbij er uh, quick aan te pas komt. Ja? Uh, naast die demo site, de compagnie Greek hebben we vorige maand ook uh, in gebruik genomen. De, de eerste MTEC, zoals we dat kort noemen, de Mining and Technical Centers. Ook, ook die zullen we op verschillende strategische plekken in het binnenland uh, opzetten. En um, hier bij deze centra zullen we dus uh, specifieke technische, maar ook andere diensten aanbieden aan die goudzoekers uh, en partners in, um, in dit project. Zijn bijvoorbeeld uh, SBB, CELOS, dus Universiteit, uh, Ministeries van Rang, ROS, Onderwijs, uh, Volksgezondheid, zeker de medische zending is, uh, is betrokken, maar ook, ook de lokale gemeenschappen, FITS is betrokken en ook, uh, ook Campus is betrokken mm. bij dit project. In de zuiging van de staking die dus aangekondigd is door dus C47. Hebben de onderwijsbonden onder het mom van solidariteit tonen ook meegedaan? We hebben dat even aangekeken, want het is een oneigenlijk gebeuren. Hebben wij nu wat maatregelen in het vooruitzicht? Nu gebleken is dat toch vals uh, uh, doorgaat. Ze hebben vandaag aangekondigd dat ze door willen gaan tot 14 mei. Dat is onacceptabel. Wij gaan dus de juridische middelen inzetten met de kortgeding. We hebben ook recentelijk gehad de staking bij het. LBO lage beroepsonderwijs, met de band uh, BLTO daar heeft de rechter ook uh, gezegd van dat dat niet kan. Uh, het is uh, een staking die niet terecht is. We hebben ook uh, dus nu op dit ogenblik een aantal uitspattingen van uh, de call uh, die dus uh, bij mij op het ministerie het inspectieapparaat een beetje lam legt op dit ogenblik. Uh, ze hebben mij ook uh, een brief geschreven. We gaan ook daar richting toch een stukje duidelijkheid voor uh, maken. Waarbij we stellen dat uh, uh, wij toch eisen dat de inspecteurs hun werkhoop oppakken. En dan zal ik dus uh, ook uh, maatregelen moeten nemen met no work, no pay. Uh, overigens is die, uh, die sector onoverzichtelijk. Je hebt te maken met het, uh, drie zaken. Je hebt het uh, openbaar onderwijs waar ik voor verantwoordelijk ben. Als minister heb je hebt bijzonder onderwijs, waar stichtingen zijn, en je hebt particulier onderwijs. Dus wat we zien is dat sommige directeuren en schoolleiders wel die verantwoordelijkheid nemen om zeggen, de scholen open te houden. Waarvoor mijn complimenten. Uh, ook de leerkrachten die vinden dat maar uh, ook niet goed, dus die komen gewoon lessen geven. Maar het maakt een heel onoverzichtelijk gebeuren op richting ouders, uh, richting kinderen over die zaken. Aantal... Uh, bonden hebben wel uh, dispensatie gegeven voor repetities en SO's, et cetera. Maar dat maakt een hele chaotisch, onoverzichtelijk beeld op dit ogenblik. We gaan naar normalisatie en we gaan dus bij een paar zaken dus hard moeten optreden om op dit ogenblik nog te, wat te redden valt. We mogen onszelf, uh, we mogen onszelf, we mogen ons volk uh, uh, complimenteren met het feit dat wij binnen een aantal jaren in staat zijn om de dergelijke drastische slechte economische omstandigheden om te zetten in de goede die er zijn. Uh, er zijn. Bij deze missie zijn er een aantal kritische kanttekeningen gemaakt ook. En die sluiten aan bij wat de Suriname Economic Oversight Board reeds aan analyses aan ons verstrekte de afgelopen paar weken. En die hebben ermee te maken dat. Paar doelen uh, dat die beter gehaald moeten worden in het hele programma van het IMF we zien het programma is in twee grote, twee grote componenten opgedeeld Eén uh, component is waarbij men meet beleid en er uh, zijn 16 beleidsmaatregelen waarop uh, data zijn genoemd wat die moeten gehaald worden die die worden structural benchmarks genoemd uh, dus de wetgeving in orde maken, zorgen dat de organisatiestructuur in orde is, zorgen dat de, 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 de staatsbesluiten uit zijn. Dat zijn meer de beleidsmatige maatregelen. Daar was wat zorg over. Daar is heel veel informatie over. En daar gaan we behoorlijke inhaalslag in, in, in laten zien. Dus die zorg is weggenomen. En het tweede is de, de meer cijfermatige zaken die gevolgd worden, wat men noemt. ...de Quantitative Performance Criteria, de QPC's. Uh, en daarop wordt, is op sommige is vertraging. En de belangrijkste waarschijnlijk is de Primary Balance. Dat is een beetje technisch begrip, maar ik heb dat eerder bij u, met u besproken. Wij moeten op, in onze staatshuishouding 3,5% positief rea realiseren... ...om ervoor te kunnen zorgen dat we duurzaam onze schulden kunnen blijven oplossen. We kunnen aflossen... Uh, en die 3,5% wordt niet gehaald op dit moment. Ja. En, en dat betekent dus dat de duurzaamheid van het financiële stelsel zoals het is, niet gegarandeerd is. Uh, dat is geen prettige boodschap, maar het is wel goed dat we dat weten. En dus in het eerste kwartaal missen we dat voor alle maanden. En de bedoeling is dat we die primary balance wel halen. Uh, de, uh, de, de, uh, de problematiek die daaronder ligt is door de president genoemd. Onze inkomsten moeten beter en onze uitgaven moeten beter in de hand gehouden worden. Eigenlijk twee voor de hand liggende en, uh, thema's die we uh, voortdurend al met elkaar aan het bespreken zijn. Hou de kosten in de hand, je elektriciteitssubsidies. We hebben de afgelopen maanden maandelijks 440 miljoen aan subsidies op elektriciteit betaald. Als je dat had kunnen reserveren, 440 miljoen per maand. En wij geven het voornamelijk aan de rijken. Dus waarom zouden we dat moeten doen? En uh, dus, uh, als dat doorgaat, eindigt het in een drama dit eind van het jaar. Uh, dus die, 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 het is goed dat we debatteren over de elektriciteitssubsidies, maar het is ook goed dat we besluitvaardig blijven en de subsidies geven aan de mensen die het echt nodig hebben. En degenen die kunnen betalen, dat ze dit betalen. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.